De afgelopen weken wordt er veel gesproken over de drukte op Schiphol. We namen daarom zelf even een kijkje en vragen reizigers hoe zij de drukte ervaren. Nee, eigenlijk valt het me heel erg mee tot nu toe. Dat is fijn om te horen. We zijn maar net aangekomen met de trein. Met de trein. Ja. Maar hij heeft totaal geen last ondervonden, zoals ze in de media zeggen, van veel vluchten geannuleerd, gigantische drukte, wachttijden. Nog niet. Nog niet. En hoe laat vertrekt die vlucht? Wij vertrekken om 7 uur. 7 uur. Ja. Wij hebben er totaal geen last van gehad. We hadden wel dat we daar natuurlijk ons druk om maakten, maar we hadden totaal geen last. Want u bent nu teruggekomen. Ja. U was al eerder. Wanneer bent u heen gegaan? De 16e? Ja. 16e. Vorige week donderdag. Vorige week donderdag. En toen was er inderdaad ook geen drukte hier op Schiphol. Nou, een half uurtje hebben we gewacht. Ongelooflijk rustig. Ik vond het zelf toppie en niet druk. Ik had het alleen heel warm, omdat we in de volle zon stonden. U stond in de volle zon? En het is onze eerste keer, dus het was ook wel spannend. Toen zijn we gelijk de schaduwwezen opzoeken. En mijn man heeft even een sigaretje gerookt. Toen zijn we naar binnen informatie gevraagd. En ja, ik vind het stil. Ik vind het prima. Ik denk dat het wel goed is, want stel je voor dat het wel tegenvalt en je staat hier anderhalf uur van tevoren in de rij bij de douane, dan kan het vies tegenvallen. Dus ik denk dat het goed is dat het uitgebreid in het nieuws is. Dan weet je een beetje wat je kan verwachten. En dan valt het hopelijk altijd mee. Ik snap dat het voor sommige mensen heel vervelend is natuurlijk als je vlucht wordt gecanceld. Of als je hier in de regen of heel warm buiten moet wachten. Maar ja, wij hebben die ervaring niet. Ja, want hier komt u aan. U verwacht een extreme drukte. Ja. En u ziet dat dat niet zo is. Wat dacht u toen? Ja, jippie. Ja. En niet van, waar is al die heisa om? En... Nee, wij maken ons niet zo drukje. We komen uit Griekenland. Oh, lekker relaxed terug. Ja, lekker in het zonnetje daar gezeten. En dan komt je ook weer in de zon terug. Precies. Oké, nou. Weer.